Trainers maken wel eens lijstjes met voorspellingen. Deze wedstrijd konden we wel eens winnen en hier konden we wel eens nat gaan. En dit is zo'n wedstrijd die je wel zou kunnen winnen. Denk ik, als Jozef Oosting een lijstje heeft, dan denk ik dat daar een overwinning op staat. De eerste kans in de wedstrijd is er van Rob van der Leij. Maar de tweede divisie laat zich tot nu toe moeilijk voorspellen. Omdat het natuurlijk ook een competitie is waar veel nieuwe ploegen elkaar ontmoeten. Terwijl Sander Danes hier de bal trouwens fantastisch uit het doel hield. En dat maakt de competitie misschien ook wel leuk. Iedereen kan van iedereen winnen. En dit is een hele grote kans voor Tech. En uiteindelijk is het dan geen goal. Maar dat mag een wonder heten. En zo is het begin van de wedstrijd absoluut voor Tech uit Tiel. De voorzet van Sanaki. Grote kans ook en Danes kan hem nog net uit de hoek tikken. Emilio Fink was er heel dichtbij. Rob van der Leij. Mark Veldmaten. En het schot van Pim de Jonge. Aardige poging van Pim de Jonge. Mark Veldmaten. Goeie voorzet. En als Rob van der Leij deze bal gemaakt had, was hij de hele wereld over gedaan. Maar hij maakt hem niet, dus gaat hij ook de hele wereld niet over. En aan de andere kant ook de omhaal. En ook daar mislukt het, maar Tech blijft in balbezit. En dan is er alsnog de goal. De goal van Tech. Na een fantastische voorzet van Matthijs van Gessel. Is het Bart van Westerlaken die prachtig binnenkopt. Keurig tegendraads. En Tech verdient op voorsprong. Van der Leij. Hooiveld. Gebeurt in de tweede helft. Hooiveld. Goede passeeractie. En dan moet dit de goal zijn. En dan zit het ook niet mee voor Jan Hooiveld. Van der Leij. Wigger. Die speelde op het middenveld. Omdat Ben Kobussen geblesseerd was. En Thomas Bakker speelde voor de geschorste Ashwin Manuhutu. Wat doet Veldmaat hier? Wat een opmerkelijke actie. En dat levert bijna de goal op voor Tech. En dat is een wonder dat dat niet gebeurt. Sabaf gaat er nog voor liggen. Opnieuw Tech. Aardige loopactie dit. En dan is het 0-2. En dan gaat HSC verliezen. Zo simpel is het. Want we zitten inmiddels in blessuretijd. Wimilio Fink is de doelpuntenmaker. En zo gaat HSC nog altijd niet winnen. Sterker nog, het gaat verdiend verliezen. Tech gewoon beter. En HSC maakt er met name in de tweede helft ook helemaal niks van. En wordt het dan nog erger? Ja, het wordt nog erger. Het wordt zelfs nog 0-3 door Kai Huygens. Voor de boeken. Goed voor het doelsaldo van Tech. Maar HSC gaat er dus af met 0-3. En dan staan er nog een aantal hele pittige wedstrijden te wachten. Kozakkenboys uit, Barendrecht uit, FC Lienden thuis. En dan uit naar Excelsior Maassluis. Ga er maar aan staan. Nee, er moet nog wel wat gebeuren in de ploeg van Jozef Oosting. Het verliest met 0-3 van Tech uit Tiel. Volgende week speelt HSC uit in Barendrecht. Dan die week erop op 24 september uit bij Kozakkenboys. En dan dus thuis.